is het, Theo? Ik heb al even niet op mijn telefoon gekeken, maar volgens mij is het bijna 6 uur. Ben je er klaar voor? Nog niet. Als we maar van start zijn, dan kan je het een beetje warm en dan komt het langzaam wel. Ja, want hoe lang sta je al in het startvak? Oh, ik denk een kwartiertje of zo. Ja. Het is niet koud. Nee, het is dubbele cijfers, dus dat scheelt inderdaad, ja. Wat ga je doen? Hoeveel? Ik ga na 100 kilometer ga ik Arenda Grimberg aflossen. Die mag de tweede 100 kilometer doen. Ben je er klaar voor? Ja joh, geweldig. Dus, ja. Misschien is het wel het begin van een hele mooie lange traditie. Wie zal het zeggen? Ja. Succes. Dank je. Klaar voor? Ja, zeker. Ik zeg al, het is een beetje mee weer, vals veldrijden. Dus dat voelt voor mij goed. Voor een ander die zegt al van, ik had van tevoren gezegd, met dit weer ga ik niet starten. Nou staat iedereen toch aan de start. We staan mooi vooraan en het is niet heel koud. Dus we gaan gewoon kijken hoe het gaat vandaag. En het feit dat het nu nog donker is? Ja, dat is altijd wel even lastig. Zeker op het begin als je al de paden opduikt. We hebben allemaal wel een lampje, maar ja, door het gesputter en het donker ja, maakt het wel even opletten. Zeker het eerste half uur dat je gewoon wat meer afstand houdt dan normaal. Hoe lang nog? Nog 2 minuten. Ik hoop toch wel 8,5 uur terug te zijn. En anders heb ik mezelf opgeblazen en dan kon het nog wel veel langer duren. Succes! 5, 4, 3, 2, 1, go! Succes voor de Ja, daar gaan ze, de 750 deelnemers van de Dutch Masters of MTB. Een monstertocht gaan ze doen van 200 kilometer door 7 Overijsselse gemeenten, 1400 hoogtemeters en 85% van het parcours is onverhard. Jeffrey, de laatste groep staat op het punt om ook te vertrekken en dan is het los allemaal. Ja, ze zijn allemaal onderweg. En nou ja, goed, de weersomstandigheden zijn super, de start is goed verlopen. En ja, goed, ik hoop dat het allemaal goed gaat nu. Dus nu kunnen ze het avontuur tegemoet gaan vandaag. Dus, hoe laat lag jij vannacht in bed? 11 uur lag ik op bed en om 3 uur waren we hier weer. Dus, en alles is goed geregeld nu? Tot nu toe moet het goed komen. Dus ja, daar gaan ze. En hoe lang heb jij hier naartoe gewerkt? Even kijken, ja, een halfjaartje denk ik nu zo'n beetje. Dus ja. En nu is het nog een dagje en dan zit het erop. Maar je straalt wel, dus je gaat ervan uit dat het allemaal een mooie goed komt vandaag. Ja, als zometeen de eerste deelnemer over de finish komt tegen een uur of 2, hoop ik. Dan is het teken dat wij het goed gedaan hebben. En ja, voor de meeste deelnemers zal het wel overleven zijn. Er is veel water gevallen vannacht. Dus ja, een bikkeltocht. Thank you.
bij de post, een van de posten. De dames die zijn helemaal vol ontzag van wat gebeurt hier allemaal. Dan heb je je kraampje zo mooi opgebouwd en dan komt er van alles zo voorbij. Ja, ze zien er wel allemaal hetzelfde uit. Ze zijn een beetje vies. Ze zijn heel erg vies. En het is nou net, begint nou net een beetje te lopen, hè? Van te fietsen, bedoel ik. Gaan jullie nou helemaal omkleden, mannen? Is het nodig? Het wordt nou droog. Is het nodig? Ja, maar net zo prettig, ja. Een spuit door het gezicht zou ook wel lekker zijn, hoor. Ja, dat meent niet zoveel leuk, maar nu zien we het met een schone bril op. Hoe gaat het tot nu toe? Supergoed. Mooi parcours? Mooi parcours, maar super nat. Super nat, super zwaar. Succes! Dank je wel. Theo, 100 meter wisselpunt, je bent er! Ja, jongen, ik heb nooit geweten dat het hotel de uitkijk zo ver weg was. Was het zwaar? Ja, de laatste kwartier dacht ik van, nou, dat moet hier, ik ben vlakbij het hotel. En dan gingen we weer linksaf, weer rechtsaf, weer omhoog en omlaag. En toen nog een keer lang uit in een grote modderpoel. En ik, nou. Maar wel mooi dat ik er ben, ja. Binnenkomer van de Dutch Masters of MTB. Zalans mooiste, dames en heren, hier is die Bram Rood. Super, super Bram. Ja, denk je, echte droodnagel. Ja, super, dankjewel. Gefeliciteerd winnaar, had je dit verwacht? Nee, dat verwacht je nooit eigenlijk. Ja, weet je, je rijdt wel een beetje om mee te doen. Maar het is gewoon een slijtageslag, dus op een gegeven moment valt er een paar af. En we waren al vrij snel met z'n drieën. En op 100 kilometer waren we eigenlijk nog met z'n tweeën over. Ja, en dan is het eigenlijk een beetje kijken wie de beste is. Wat me wel tegenviel, dat het parcours zo nat was. Ik had niet verwacht dat het zo nat was. En de tussenstukken waren soms al, zeker in het begin, waren echt heel zwaar. Die liepen bijna niet en dat was echt ploeter. Dus ik heb echt respect voor elke deelnemer die gaat finishen. Maarten Nijland. Nee, dat is ze. Dat is Maarten. Oh, Arno gaat er gelijk al vandoor. Maarten Nijland. Ben je blij? Ja, eigenlijk wel. Voor mij natuurlijk eerst een keer een 200 kilometer wedstrijd. En echt uit de tenen moeten halen, wat ik gisteren al zei. En je wil ook, je hebt toch altijd wat te bewijzen. Weet je, als ik hem uitrij, zeggen ze ja, voor Nederland. Weet je, dus je moet ook nog een beetje een korte klassering halen. En weet je, de eerste paar, dat zijn echt elite renners. Die veel van dit soort wedstrijden rijden, die gewoon super goed rijden. En op laatst dan samen met Onno, wint natuurlijk ook al Drenthe 200. Die heeft veel werk gedaan en die was nog net iets beter dan mij op laatst. En hij dan elkaar er toch doorheen sleept en zo aan de finish komt, is wel heel gaaf. En ik weet niet of er veel uitvallers zijn, maar het was soms zo één keer het verkeerde spoor kiezen. En je ging van 20, 30 km per uur in één keer naar 3 km per uur. En dan maakte de voorsten ook wel een paar keer die fouten. En dat red je soms, hè. Dan ben je er net af en dan maken hun een fout en dan zit je er weer bij. Met jullie? Ja, het gaat helemaal super. Je lacht nog wel. Het is als een hoentje. Nee, het is extreem zwaar. Maar we kilometer zit je? We staan nu in Rijzen. 125. Je moet nog 75. Ja, maar dat gaan we doen. We doen straks de lamp erbij aan en dan gaat het helemaal goed komen. Wat is ongeveer jullie tijd dat je wil finishen? Nou, het is droog was geweest 6 uur, maar dat redden we niet meer. We hebben het iets bijgesteld. Ja, ik denk een uurtje of 8. De Dutch Masters of MTB 2017 vanuit Overijssel. U ziet het, ze hebben nog wel een lange weg te gaan. 6 uur was de start en 12 uur mag de
laatste finishen. Of ze dat halen? Ik weet het niet. Het was een monstertocht. 200 kilometer, een onverhard parcours, 85%. Ongelooflijk zwaar vanwege de regen. Ja, respect voor alle 750 deelnemers. MUZIEK